Wij zien op basis van de herstructurering hier op het bedrijventerrein, hebben we ook met bedrijven gesproken. Er zijn heel veel enquêtes ook uitgevoerd, de bureaus die het onderzocht hebben. En er blijkt gewoon uit dat we voor de komende jaren 6 tot 9 hectare echt nodig hebben. Woerden heeft heel veel maakindustrie en die maakindustrie heeft ruimte nodig. En op dit moment is er gewoon geen ruimte meer om te groeien. Terwijl er wel een heel aantal bedrijven zijn die echt behoefte hebben aan groei op dezelfde terreinen waar ze nu zitten. En daardoor moet er geschoven kunnen worden en hebben we nieuwe ruimte nodig om dat soort dingen te realiseren. Op de bedrijventerreinen werkt ongeveer 50% van de mensen die in Woerden werken op de bedrijventerreinen, inclusief Middenland. Heel veel Woerdenaren werken hier en we zien ook dat de bedrijven die hier gevestigd zijn enorm geworteld zijn in Woerden. Dus je ziet behalve de werkgelegenheid ook dat er heel veel teruggegeven wordt aan de samenleving in de vorm van sponsoring en dergelijke. En Woerdense bedrijven willen ook heel graag in Woerden blijven. En willen we het hier leefbaar houden en willen we de kernen leefbaar houden, dan moeten we ook zorgen dat er daar ruimte is om bedrijven te houden. Als bedrijven wegtrekken uit de kernen, Zegveld, Harmelen, Kamerik, dat zijn de drie dorpskernen die bij Woerden horen. Als daar bijvoorbeeld de werkgelegenheid verdwijnt, verdwijnt bijvoorbeeld ook een vrijwillige brandweer. Want die is dan niet meer in staat om nog zijn mensen te krijgen. En wat we ook aangegeven hebben, als we dus die 6 tot 9 hectare ergens vinden, dat het ook echt voor Woerdense bedrijven is en niet voor bedrijven buiten Woerden. Om wat voor bedrijven gaat dat dan? Het zijn zeer gevarieerde bedrijven, een paar hele kleintjes en een paar hele grote. Maar de overgrote meerderheid zijn gezonde Woerdense MKB-bedrijven in de maakindustrie, in de handel. Vaak met een lokale en regionale binding. En waarom zou het niet op de bestaande bedrijventerreinen kunnen? Want daar bent u in gespecialiseerd tenslotte. Daar zijn we ook voor en mensen vinden het soms ook raar dat wij mee hebben gewerkt aan dit onderzoek naar uitbreiding. Maar wij zien ook dat op de bestaande bedrijventerreinen de boel hartstikke knel zit, hartstikke klem. De boel zit op slot. En alleen maar, het is net als zo'n schuifpuzzeltje van vroeger, alleen maar door een beetje ruimte erbij te creëren, kun je beweging maken. Ook op de bestaande terreinen. Maar dat heeft tot gevolg dat we ook nieuwe bedrijventerreinen nodig hebben, omdat bedrijven die hier moeten vertrekken of willen vertrekken, want er zijn ook heel veel bedrijven in Woerden die gewoon uit hun jasje gegroeid zijn en die willen nieuw bouwen en daar hebben we gewoon ruimte voor nodig in Woerden. Wat gaat er gebeuren in uw optiek als er geen extra bedrijventerreinen bij komen? Bedrijven gaan vertrekken uit Woerden. We hebben nu al van een aantal gezien dat ze naar een andere locatie gaan. Ja, en dan gaan we heel veel missen in werkgelegenheid. En als bewoners van Woerden moet je dan veel meer gaan reizen. En dat zou jammer zijn. Er is behoefte aan 9 hectare netto bedrijventerrein. Dit zou verdeeld kunnen worden over 2 tot 3 locaties. De gemeente kijkt daarom nu naar 5 locaties in totaal. Om te onderzoeken welke van die locaties het meest geschikt zijn om een eventueel nieuw bedrijventerrein te realiseren. Nou, onderzoekt de gemeente een aantal plekken. Er is best wel wat weerstand. Begrijpt u dat eigenlijk? Ja, dat begrijp ik zeker. Want de ruimtes die wij zoeken, die zijn, hè, zoals ze dat noemen, buiten de bebouwde kom, buiten de rode contouren, zoals ze dat formeel noemen. En dus dat doet altijd pijn om in het groen te bouwen. Er wonen mensen, er recreëren mensen en dergelijke op de verschillende plekken. Dus dat ligt gewoon heel erg gevoelig. Wat wij wel willen is dat we de bedrijventerreinen ergens situeren in de buurt van de A12. Dat doen we ook voor het verkeer, hè, dat het verkeer zo snel mogelijk richting de A12 is. En aan de noordkant van Woerden, aan de Oude Rijn, richting de open ruimte daar, dat we daar niet aankomen. Dat het ook echt ruimte blijft, groen blijft om te recreëren, om te wonen en dergelijke. Maar dat het pijn doet, dat kan me goed voorstellen. Uiteindelijk moet het zo zijn dat we kijken naar alle belangen die er meespelen, waaronder werkgelegenheid, nieuwe woonlocaties, ruimte om te groeien hier in het Groene Hart, met behoud van alles wat er wel is. En ik denk dat als we goed kijken en dat er zijn echt al locaties aangewezen waarvan de mogelijkheden groot zijn. Kijk, het blijven altijd bedrijventerreinen, maar het is geen industrie, dat wil ik er ook nog wel benadrukken. Het zijn bedrijven die ook wel een uitstraling willen hebben, die willen we enorm ook in het groen inbedden. En op het moment dat de gemeenteraad een keuze gemaakt heeft voor die terreinen, willen we dat ook wel nadrukkelijk met de bewoners samen gaan invullen, zodat het wonen en het bedrijven dat goed naast elkaar kan gaan.
De locaties liggen eigenlijk allemaal aan de rand van Woerden. Dus daarmee zijn ze ook heel bepalend voor het aangezicht, hè, voor het stadsgezicht van Woerden straks. Dus enerzijds is dat een kans, hè, want op een aantal locaties kan het er alleen maar beter van worden, denk ik. Maar het is natuurlijk wel ook belangrijk, extra belangrijk daarmee, om ook te zoeken naar iets wat anders is dan een regulier bedrijventerrein. Het moet ook echt iets worden waardoor het ook bijvoorbeeld een hele prettige entree wordt. Of vanuit de snelweg ook. Ja, het gaat ook het aangezicht van Woerden bepalen. Dus het moet iets anders zijn dan een regulier bedrijventerrein. Maar zou u er dan zelf naast gaan wonen als het moest? Ik denk als je de plaatjes ziet, dan hoeft niet onaantrekkelijk te zijn, laat ik het zo zeggen. En ik zie geen reden om daar niet te kunnen wonen. De grote uitdaging in Woerden is denk ik, het is de hoofdstad van het Groene Hart. Dus een van de kenmerken van Woerden is natuurlijk dat fantastische veenweidegebied wat er omheen ligt. Het is een heel open landschap, dus op het moment dat je daar bebouwing in gaat realiseren, dan ga je er altijd tegenaan kijken. Dus iedere vorm van bebouwing levert eigenlijk, zou je kunnen zeggen, visuele schade op aan dat open landschap. Wat wij geprobeerd hebben, is om als het ware de overgang tussen dat open landschap en de bebouwing te verzachten. En dat doen we als het ware door het landschap een klein beetje op te tillen. Een soort van omwalling, een manchet, een groen manchet, om dat bedrijventerrein te realiseren. Dus dat betekent als je naar dat bedrijventerrein kijkt straks, dan zie je niet zozeer alleen bebouwing. Je ziet als het ware, de horizon is een klein beetje opgetild. Dus je ziet vooral het groene manchet. Het is niet zo dat alle bebouwing dan volledig verdwenen is. Je ziet nog wel de contouren van de bebouwing. Maar het vormt als het ware een symbiose, een soort van samensmelting tussen landschap en bebouwing. Dus dat is eigenlijk wat we voor ogen hebben. Waar we nu staan is denk ik vrij duidelijk. Hè? Het is een groot terrein, 6 hectare, grens aan de snelweg. Het betekent in de praktijk dat ongeveer 3 hectare aan deze kant van de hoogspanningsleiding gerealiseerd kan worden en 3 hectare aan de andere kant. Maar dat daarmee ook een groot deel op de snelweg qua geluid en zicht ontnomen kan worden. Dus ik denk dat dat ook wel interessant is voor de bewoners hier aan de overkant. Wat wordt er dan bijvoorbeeld tussen de hoogspanningskabels? Verbindt u die terreinen dan nog aan elkaar? Ja, zeker, zeker. Dat wordt eigenlijk recreatief gebied, zou je kunnen zeggen. Dus in ieder geval langzaam verkeerroutes, plasdrasgebied. Dus de waterretentie kan daar ook een plek krijgen. Maar in ieder geval geen bebouwing. Ik heb begrepen dat er de plannen die ontwikkeld zouden worden, dat eigenlijk dan toch wel heel duurzaam is en dat er ook wel geprobeerd wordt in het landschap in te passen. Klinkt dat niet heel redelijk? Nou, het is een vlak land en hoe ga je hoge dozen inpassen in een vlak land? Dus dat wordt wel heel ingewikkeld. Dan zou je met een geluidswal kunnen werken. Maar een beetje bedrijvengebouw, dat is toch snel 4 meter hoog. En dan komt er in één keer een geluidswal van 4 meter hoog. Die kan dan heel duurzaam zijn, hè, als die van grond is, een beetje gras erop. Maar het wordt wel in één keer een geluidswal die het uitzicht volledig wegneemt. En dat het vergezicht wegneemt. En dat is wel jammer. De gemeente Woerden zegt, linksom of rechtsom, er moeten toch bedrijventerreinen komen. Want het is belangrijk voor de economische positie in de regio. Dat is toch ook een argument, zou u zeggen? Op zich is dat een heel goed argument. Dat er voldoende bedrijvigheid is. Dan moet je ook vooral kijken naar wat voor soort bedrijvigheid er vooral gewenst wordt. En daar zou je eerst goed onderzoek naar moeten doen. Uiteraard is handwerkersgebouwen, dat is mooi. Dat zou voor de werkgelegenheid best goed kunnen zijn. Maar als er een soort van distributiecentra-achtige dingen komen, dan is de praktijk dat daar in ieder geval geen mensen komen te werken die hier uit de buurt komen. En dan komt de vraag op, wat wordt de mensen hier in de omgeving, in de wijk, worden die er beter van als daar bedrijfsterreinen neergezet worden? En dat is een vraag waar ik dan ook graag een antwoord op zou willen horen. Ja, de locatie in Harmelen is eigenlijk een bedrijventerrein wat niet af is. Dus daar zie je heel duidelijk dat het bedrijventerrein met de achterkanten naar het landschap staat. Daar kan het eigenlijk alleen maar beter. Dus op het moment dat we daar een groene rand voorzetten met bebouwing, dan krijgt ook, wordt dat bedrijventerrein afgemaakt en wordt het een stuk aantrekkelijker om te zien vanuit het landschap. Kunt u heel kort zeggen, wat zijn dan de bezwaren die er nu liggen? Nou, bezwaren, dat moeten we zien, want we weten nog niet precies wat de plannen zijn. Maar de zorgen zijn heel eenvoudig. Is de uitbreiding, geeft dat geluidsoverlast en hinder?
We willen niet hele grote bedrijven uit de omgeving hebben die zich hier vestigen. We willen het een beetje harmless houden. We zijn erg bezorgd over de rode contouren, de effecten daarvan op de woningbouw. We willen eigenlijk, de prioriteit is de inbreilocaties benutten. Voor de bewoners heeft dat een hogere prioriteit dan dit. En dus het moet geen negatieve invloed hebben. En het moet in samenhang bekeken worden. Samenhang met alle andere dingen die op Harmelen afkomen. Er komt een windpark, een zonne-energiepark aan de kant van Utrecht. Er wordt geknabbeld aan de rode contouren. En er wordt te veel druk gelegd op grootschalige woningbouw. En dat willen we niet. De polder Wulverhorst. Die heeft grote cultuurhistorische waarde. Hij is ontstaan in de middeleeuwen. En je ziet hierachter nog de stroken landschappen die toen zijn ingedeeld. En hij heeft recreatieve waarde. Deze dijk en de kade en de Kromwijkerdijk, dat zijn belangrijke fiets- en wandelroutes. Hier staat een heel oud gemaal uit 1826. Dus die is ook heel belangrijk. En er komen hier zeldzame weidevogels voor. Dus al met al is dit niet een gewoon stukje grasland. Het is echt een gebied wat bewaard en behouden moet blijven. Daar kom je nu al natuurlijk op een... kom je vrij rechtstreeks vanuit de parallelweg, kom je daar Woerden binnen. Het idee is dan om niet aan de linkerzijde, daar waar het gemaal nu staat, maar juist aan de rechterzijde het bedrijventerrein te realiseren. En dat zou nog in verschillende afmetingen kunnen. Waarmee het als het ware ook de entree richting Woerden begeleid. De gemeente heeft, begreep ik, in 2012 en 2013 ook al eens gekeken of hier een ontwikkeling van een bedrijventerrein zou kunnen plaatsvinden. Is toen niet doorgegaan. Kunt u zich toch voorstellen waarom de gemeente dat dit dan toch opnieuw wil bekijken? Nou, nee dus. Want de provincie heeft het op grond van al die argumenten die ik net noemde afgekeurd. Sterker nog, ze hebben toen in hun structuurvisie letterlijk laten vastleggen deze locatie als enige bij naam en toenaam genoemd, Kromwijker-Wetering, dat hier geen bedrijventerrein mocht komen. Dus ja, en dat hebben ze onlangs in december opnieuw bevestigd en vastgelegd. Kijk, de dijk is de grens tussen de stad Woerden en het buitengebied. En zowel de gemeente als de provincie heeft gezegd dat bedrijven aansluitend aan stedelijk gebied moeten zijn. Nou, dat is deze polder niet. Parallelweg, daar zit nu het grote baggerdepot. Het is ook een locatie waarvan je zou kunnen zeggen, die kan niet veel slechter op dit moment. Je kijkt daar vanaf de snelweg zo het baggerdepot in. En daar stellen wij voor om in ieder geval een deel van het baggerdepot te vervangen door bedrijventerreinen. En daarmee ook weer te voorzien van een groen manchet. Mogelijk zelfs inclusief het baggerdepot. Waardoor je, als je over de A12 rijdt, als het ware ook begeleid wordt door die wal van het bedrijventerrein. Bedrijvigheid moet natuurlijk, dat zal niemand tegen zijn. Maar ze noemen het ook schuifruimte. Hè? Ze willen in het centrum, tegen het centrum aan, moeten wat bedrijven verplaatst worden. Dus het zijn geen nieuwe terreinen. De huidige terreinen willen ze woningbouw realiseren. En dan, ja, die bedrijven die willen ook uitbreiden. Dus ze zoeken nieuwe ruimte. En dat wil de Woerden graag bieden. Dat snappen wij ook wel. Maar ja, niet in uw achtertuin? Nou ja, niet dan 3 kilometer van Woerden vandaan. Hè? En dan tegen een heel klein dorpje nieuwe brug aanleggen. Het voelt ook wel een beetje zo van, Woerden heeft een probleem bij hun eigen locaties. En dan gaan we helemaal naar nieuwe brug toe. Dan hebben we nog het Werklint, een nieuwe brug. Hij zit echt midden in het landschap. En dat kun je natuurlijk uitbreiden. Het is wel wat verder van de snelweg, dus je ziet het ook niet zo goed. Er is een paar jaar geleden een visie ontwikkeld, samen met de bewoners. En daar kwam eigenlijk uit van, nou, we willen het verkeersluw maken, het hele dorp, in en rond Nieuwebrug. Het is ook een beetje een sluiproute. En het dorp weer terugbrengen in de rustieke sfeer, zoals het vroeger was. Er ligt heel veel asfalt, dus er moeten toch weer klinkertjes terug. Nou, dat is net gestart. En op het moment dat het werd gestart, had Boeren deze plannen. Ja, en dan wilden ze dus hier, dat hele stuk, dit is nog maar een klein stukje. Want hier daar links loopt de Oude Rijn. Dat is een schitterend, mooi lint van de oude rivier. En ja, dan zou het allemaal vol bebouwd worden. Dus ja, je bent heel het karakter kwijt van het groene hart. Heeft u nog tips voor de gemeente, hoe zij ervoor zouden kunnen zorgen dat jullie als bewoners in dit kleine gebied hier wellicht wel gevoelig zijn voor de komst van iets van een bedrijventerrein? Wat zou er dan moeten gebeuren? Dat kan eigenlijk niet, want dan zul je echt de ruimte moeten hebben, die op andere locaties wel is, om het heel mooi landschappelijk in te passen.
en dat staat ook in de MER van de provincie, de milieueffectrapportage, dat dit landschap niet aangetast meer mag worden. Dus ja, dan zijn we eigenlijk uitgepraat. Dan zijn we eigenlijk uitgepraat, ja. Nou, ik denk dat ze de keuze moeten maken in Woerden, die plaatsen die ze in eerste instantie al gekozen hebben om te onderzoeken en daarmee doorgaan. Maar de bedrijven die er gaan komen, is maar zeer de vraag, wat voor soort bedrijven worden dat? En daar heb ik nog geen duidelijk beeld bij. U zou dat eerst wat meer willen weten, wat er nu echt de echte plannen zijn en wie er dan in zou komen? Wat ik zou willen weten is wat de wijkbewoners hier er beter van worden. Er worden 5 locaties bekeken. Wij hebben niet scherp op het netvlies op welke punten geëvalueerd wordt wat geschikt is en wat niet. Dus hoe die afweging wordt gemaakt, hoe belangen tussen delen van Woerden worden afgewogen, daar zijn we eerst naar op zoek. Dan als het besluit valt dat het dit moet worden, zou mijn advies zijn is dat ze heel snel in contact treden. Ik noem dat altijd in het embryonale stadium. De gemeente heeft vaak de neiging om pas als iets in kannen en kruiken is en het hele proces van discussie intern verlopen is om naar buiten te komen. Dat is te laat. Mensen moeten eerder betrokken worden bij welke keuzes kunnen er gemaakt worden. Wat zijn de opties? Wat zijn de zorgen? Als de gemeente daarmee aan de gang gaat, met inwoners en met ondernemers, dan is het heel belangrijk dat ze dat doen. Daarmee wat er het risico is van eigenlijk niet transparant genoeg zijn, kan zijn dat ook de bewoners van Harmelen wellicht een beetje wantrouwig zijn ten opzichte van de besluitvorming. Ja, dan ontstaat er achterdocht, een wantrouwen en mensen gaan verder weg van de politiek. Dat is een ander landelijk thema natuurlijk. Maar als je mensen erbij betrekt en inzicht geeft in de overwegingen, betrekt bij eventuele keuzes die er gemaakt worden, dan boeien je mensen en dan interesseer je mensen en dan breng je mensen weer dichter bij de politiek en de besluitvorming. En zo zou het zo moeten gaan in mijn ogen. We gaan niet voor grootschalige nieuwbouw. We willen alleen maar uitbreiden van wat er nodig is. Met behoud van wat er omheen in het Groene Hart nog is. Dus daarom zetten we ook in op alleen maar de 9 hectare die we vragen nu. Zonder dat we zeggen van ja nee, kom maar met z'n allen naar Woerden. Hoe kunt u de huiver van mensen wegnemen die eigenlijk het gevoel hebben van ja, de gemeente zegt oké, dan komt er een bedrijventerrein van max 6 meter hoog en straks wordt het ineens eentje van 10? In de gebieden die we nu onderzocht hebben, laten we ook zien wat de afmetingen zijn, de lengtes, de breedtes en dergelijke, hoeveel hectare per gebied. Nou, dat is dan ook echt het gebied waar we het over hebben. Op een gegeven moment moeten we ook richting bestemmingsplan, waarbij de hoogtes en dergelijke ook vastgesteld gaan worden. En daar hebben mensen ook weer de inspraakmogelijkheid en de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Uiteindelijk is het bestemmingsplan, dat is het definitieve. Maar daarvoor zijn er heel veel mogelijkheden ook om in te spreken. Tijdens de inloopbijeenkomst kan iedereen zijn en haar ideeën, opmerkingen, vragen en eventuele zorgen kwijt bij medewerkers van de gemeente. Daarnaast wordt een toelichting op de onderzoeken gegeven en zijn de stedenbouwkundigen van Studio Marco Vermeulen aanwezig om de studie landschappelijke inpassing toe te lichten. De tussenrapportage is voor iedereen te downloaden via de website van de gemeente. Tot en met 15 januari heeft iedereen de kans om te reageren op de tussenrapportage. Vervolgens gaat de gemeente de tussenrapportage aanvullen en aanpassen en wordt de eindrapportage gepubliceerd. De gemeente zal tevens terugkoppelen hoe de opmerkingen zijn meegenomen. Wederom kan iedereen reageren op de eindrapportage. Na de vaststelling van de eindrapportage is het aan de gemeenteraad om te bepalen welk of welke van de 5 onderzoekslocaties definitief worden aangewezen voor schuifruimte. Bij de eventuele planvorming van de definitief aangewezen locatie of locaties zullen de omwonenden nadrukkelijk worden betrokken.